live ook hier. Kijk je wel eens naar FC de Kampioenen? Nee. Dat is fantastisch. Ja. Ach, maar goed. Thuis, ja, nooit van gehoord, maar we hebben het even overgenomen voor de Belgen die luisteren. En de verjaardag van Ella Vogelaar vandaag, ze is 62 jaar. En die prachtige Carla Bruni, die zangeres uit Italië en de tegenwoordige presidentsvrouw van Frankrijk. Oh, ik geloof mijn ogen niet. Zo. En ik hoor mijn oren niet. Er staat iemand met een check voor de deur. En er staat iemand bij de microfoon. En normaal zou je denken dat zijn er van die checks die dan zaterdag middag rond 6 uur s'avonds aankomen. Wauw. Maar er gebeurt hier iets om 6 uur 22. Zo. Dit is niet waar, hè? Of wel? Ik denk dat die komma even eentje naar links moet. Wie zijn jullie? Nee. Nee. Serious ambtenaar, zeg je dat? Ja! Ja, wij zijn serious ambtenaar, dankjewel. Wij hebben 180 ambtenaren die 2 dagen van hun vrije tijd gaan werken voor 10 opdrachtgevers die 5000 euro hebben. Zo. En die hebben, wacht even, er zijn ambtenaren die hebben een 1 dag vrij. 2 dagen vrije tijd opgegeven. Dat gaan ze volgend jaar doen. In hun vrije tijd. En wat voor dingen gaan ze doen dan? Mijn huis van Nederland, die stijgt als bier. Echt een volle plant. En dit geld krijgen wij nu al, Versierse Quest? Ik ga nog steeds niet zeggen wat het bedrag is, Jan. Maar houd nog even in spanning. En waarom doen die ambtenaren dat allemaal? Ja. Ik vind het echt ongelooflijk. En waar komen die ambtenaren vandaan? Nederland. Willen jullie dan voor ons en voor allemaal... Ja, ik ga toch nog even wachten. Heb je misschien nog even zo'n leuke ambtenaar-grap tussendoor? Oh, en een site doen, hoor ik alweer. Ja. www.seriousambtenaar.nl. Ja, en een ambtenaar-grapje nog even tussendoor? En ambtenaren werken al straks. We hebben zelfs aanmeldingen tussen 1 en 6 van. Oh, echt waar? En zijn jullie zelf ook ambtenaar? Ja. Oh, en wat doen jullie voor werk dan? Ik werk bij de gemeente Capelle aan de IJssel bij de andere Stadsmeer. Oké, en jij? Ik werk bij handhaving en toezicht van de gemeente IJsselmeer. Daar gaan we. Dan nu. Al deze ambtenaren bij elkaar. Leiden, Nederland. Luister goed. Wat hebben die of wat gaan die halverwege al gestort voor 3FM Serious Request? 50.200 euro! Hey! Fantastisch, jongens! Jezus, ik heb chickenbox, zou Rick en Simon zeggen. Fantastisch! Ik ben 2-0 minder, maar wij zijn. Wat een begin, ongelooflijk. Wat een hele laatste dag, Serious Request 2011. Natuurlijk, welkom.